waar de gemiddelde omzet in de Nederlandse woonretail al 6 jaar op een rij daalt, boekt Rivière Maison aanhoudend succes. De keten heeft meer dan 500 verkooppunten wereldwijd en breidt nog steeds uit. Zo werd onlangs de eerste winkel in het Russische Moskou geopend en in het voorjaar staat de opening van de Maastrichtse flagship store gepland. Vandaag spreek ik Henk Teunissen, CEO van Rivière Maison, over het succes van Nederlands enige echte woonretailmerk. Zou je me kunnen vertellen wat jij zelf denkt wat het grote geheim is achter Rivière Maison? Groot geheim? Ik weet niet of het echt een geheim is. Ik denk dat het ondernemingsdrang is en het is het neerzetten van een merk. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is geweest. En een heel duidelijk concept. Hè? Rivière Maison is een heel duidelijk concept. Dus ik denk dat het heel herkenbaar is. We zijn bijvoorbeeld op 2 na meest gezochte zoeknaam op Marktplaats. Je moet voorstellen dat mensen dus aan de andere kant van het land iets willen verkopen. Op een foto zo groot als een postzegel. En aan iemand anders aan de andere kant van het land. En dan kan je dus zeggen dat Rivière Maison stijl is. Ja. En dan weet iemand anders ongeveer wat je bedoelt. Ja. Dus inmiddels hebben we het merk zo uitgebouwd dat mensen dat het bijna een soort household name, zeggen ze in het Engels. Dus dat het een soort, soort naam geworden is voor Rivière Maison. Ja. En misschien juist in deze tijd, crisis, moeilijk enzovoort, dat mensen dan meer houvast zoeken bij merken. Ja. En ik denk dat dat mede een deel is van het succes is. Ja. Zou je iets kunnen zeggen over hoe jullie zelf positioneren als merk? Nou, we hebben net toevallig een nieuwe payoff. Home is where you can be you. Ja. En ik denk dat ook dat het Rivière Maison gevoel is. Hè. We hebben in november hebben we eens een keer we hebben een speciale afdeling e-commerce en ook met social media. En, een van die dames zette in november een vraag op Facebook. Van als ik denk aan, maak de volgende zin af. Als ik denk aan Rivière Maison, dan denk ik aan puntje, puntje, puntje. Ja. En dat had ze graag zonder mij te vragen. Of zo, niet dat ik daar dagelijks bij betrokken ben. Ja. Maar toevallig keek ik die middag op Facebook, 5:00. Ja. En ze had het 's ochtends gepost. En er waren op dat moment bijna 1000 reacties gekomen. Dus geen likes, maar reacties. Van mensen. Ja. En 85% van die mensen schreef, als ze dachten aan Rivière Maison, dachten ze aan gezellig met vrienden, eten, lekker knus. Bij de open haard, een goed glas wijn, een boek enzovoorts. Ja. Dus het ging het gevoel. En dat is ook home is where you can be you. Ik denk een beetje, als je Rivière Maison positioneert, het thuisgevoel. Hoe zorg je er nou voor dat die mensen die bij je werken, hoe zorg je ervoor dat zij helemaal dat gevoel vertegenwoordigen? Ik denk als je bij Nike gaat solliciteren, dat je ook een bepaalde affiniteit hebt met sport in een bepaalde manier. Hè? Dus een gedeelte is natuurlijk, hoeven we niet aan selectie te doen, dat selecteert zichzelf. Mensen wil graag bij Rivière Maison werken. En dat gaat heel breed, van logistieke mensen tot mensen in de winkels. Ja. Maar je moet wel beleving en passie voelen voor het merk Rivière Maison. Ja. Ik denk dat belangrijker is dan een cv. Ja. En doen jullie iets aan trainingen van winkelpersoneel? Of zeg je, nee, dat gaat er eigenlijk zo vanzelf? Nee, we doen het wel aan trainingen. We hebben een klein trainingsbureautje die ons helpt om de medewerkers goed te laten kijken van hoe kijk je naar een klant, maar ook hoe kan je het Rivière Maison DNA, hoe kan je dat meer onder je mensen verdelen, ook zaterdaghulpen enzovoort. Ja. Je zegt, ik heb er ooit voor gekozen om er een merk van te maken. Maar hoe heb je dat nou gedaan, er een merk van te maken? Want het is natuurlijk veel meer dan een logo erop naaien of een logo in een tafel slaan. Dat is gewoon lang adem en volhouden. Hè? Ik heb eind jaren 90, toen werden we daarvoor heel veel gekopieerd. En daar ben ik helemaal gek van. Dus elke keer hadden we iets en dan lag het bij een groot winkelbedrijf of het lag bij een discounter. En had je iets bedacht een jaar later, lag het ergens anders. Het was gewoon heel frustrerend. Ik had er slapeloze nachten van. Nou, toen ben ik dus gaan praten met een merkenbureau. En die man heeft mij gezegd, meneer Hubert Teunis, je moet emotioneel belang scheiden van commercieel belang. Ja. Je kan niet iedereen achterna vliegen die uw artikeltjes namaakt, want ze maakt net iets anders, die kan er niks mee. Zorg dat u geld stopt en uw tijd in uw merk. Rivière Maison, een merk maken. Maar een merk zoals ik voor ogen had, zal maar zeggen, de Ralph Lauren van het wonen, zal ik maar zeggen. Dat had ik voor Rivière Maison voor ogen. Tommy Hilfiger van het wonen. Die was er niet. Dus buiten IKEA dan. Dus dat ga ik dan... Dat hadden we al, maar alleen niet benoemd. Ja. Dus heb ik intern gezegd, we gaan er een merk voor maken. Nou, iedereen natuurlijk wel ja knikken van, ook een nieuwjaarspraatje wat leuks vertellen. Ja, wat bedoelt kan je allemaal nou? Niet. Nou, en dan ga je beginnen natuurlijk met wat je altijd al doet. Die dingen dus alleen meer benoemen, dat het bij het concept hoort. En daarna moet alles voorzien zijn van een logo. Dat is het tweede verhaal. Maar inmiddels kan je, als je naar een marktplaats gaat, zie je dat de logo's te koop aangeboden worden voor 4-5 euro. Ja. En nieuwe winkels werd zelfs een probleem. Want ik was vorige week in het Gelderlandplein. Ik heb gewoon van de
70% van de stoelen is het logo afgetrokken. Er zit gewoon gaten in de stof. Hoe kan je het nou bewaken? Een mesje erachter, je trekt hem af. Dus meer blijkbaar wordt er gewoon gestolen. Het is geld waard, die logo's. Ja. Dus ja, hoe heb je dat gedaan? Gewoon volhouden en zeggen, net als Ralph Lauren dat polopaardje bewaakt heeft. Een polootje van Ralph Lauren, vrijwel hetzelfde polootje, kan je aanschaffen van Zara. Maar door dat polopaardje geeft het wel iets extra's. Ja. Ja, nu worden wij gewaarschuwd door klanten. Let op, de kruidvat heeft ook jullie lantaarn gepikt. Nou ja, dan gaat, soms weten we niet eens, dan gaan we een briefje naar de kruidvat. En dan moet de kruidvat daarmee stoppen of ze moeten winstafdracht doen of zo. Het is best een item in die woonbranche, dat meerdere partijen zeggen, ja, weet je, wij moeten ook een merk worden. Hè? Je ziet dat men nu wakker wordt daar. Waarom denk je dat het zo slecht lukt? Ja, ik vind het lastig om over collega's te praten. Ik denk dat men onderschat wat het aan tijd en moeite kost. Dus zeggen dat je een merk wil worden, wil niet zeggen dat je een merk bent. Dat is niet een proces, dat gaat niet overnight. We zijn dus nu 14 jaar, 15 jaar verder. Het is een proces van 10 tot 15 jaar. Ja. Dus als je denkt van ik doe het even en een paar jaar heb ik een merk, is niet zo. En dan moet je alles volhouden. Hè? Altijd maar weer dat merk voor of zo. Dus niet alleen voor de snelle euro gaan. Want nu kan ik even een heel container verkopen aan die. En dan stel, kijken waar die het van verkoopt. Nee, altijd dus gaan. Hè? Iemand die mij benadert van een outletcentrum, zegt, kan ik mijn winkel niet gaan verkopen? Of een winkel wat niet past? Dus, wat bij ons, dat doen we dat niet. Nee. Je was gezegd dat authenticiteit, dat een ontzettende belangrijke succesfactor is. Ja? Kun je iets zeggen over hoe jullie die authenticiteit, hoe je die maar keer op keer, jaar op jaar, collectie op collectie kan behouden? Nou ja, ook sterk naar je merk te kijken en te doen wat het merk doet. Hè. Je doet niet iets omdat het zo moet. Ja, zonder kwalificaties te noemen, als je een voorbeeld neemt. Bijvoorbeeld zonder Ralph Lauren had er geen Gent geweest. Hè, om een voorbeeld te noemen. Passie van die mensen. Ik denk dat je dat uitstraalt. Dat natuurlijk absoluut belangrijk is voor de authenticiteit. Ze weten gewoon, ik ben Rivière Maison. En de mensen hier zijn Rivière Maison. Ja. En dan weet je gewoon dat het is niet iets wat je alleen maar nu even doet. Ik heb je wel iets hier horen zeggen over Riviera Reizen. Misschien een Riviera Hotel. Denk je daar nog steeds over dat merk direct heeft? Ja, ik denk het wel, ja. Ja? Ik weet niet of we het gaan doen. We hebben nu even een hotel ingericht, bijvoorbeeld in Vlieland, kort geleden. Maar dus ik zou wel meer hotels willen doen en restaurants. Dat zie ik wel heel erg passen, hè, bij Rivière Maison. Maar of we nou het zelf gaan exploiteren, dat werkt niet. Dat is een andere historie. Ik ben niet zo goed in horeca. Maar ik zou het zou zo een combinatie kunnen. Ik kan me voorstellen. En de rechter van het merk, ja, kleding zou zomaar kunnen. Er zijn verschillende mensen die ons vragen. We maken de kleding van ons personeel zelf. Ik krijg regelmatig vragen. Zou dat niet, waarom verkoop je het niet? Ja, dat zou. Maar zie je dat dan? Heb je dan de ambitie om dat zelf ook te doen? Of zie je dat dan bijvoorbeeld veel meer in licentie? Nou, we doen een aantal dingen licentie. We komen in het najaar met een licentie bijvoorbeeld voor beauty en cosmetics. Gaan we langzaam aan. Ja, niet allemaal echt make-up, maar wel bijvoorbeeld voor bad en handcreme en dat soort producten. En wat wij wel ons de hele layout en wordt getest. En de geuren leveren wij aan enzovoort. Dat is allemaal. Maar ik ben geen producent van dat soort dingen. Ik wil er heel dicht in het productie zitten. In dat soort dingen moet je echt heel veel verstand van hebben. Hoe pak je de trends? Hoe zie jij de trends? Dus waar komt het vingerspitsengevoel vandaan? Ik heb geen flauw idee. Nee? Nee, ik bedoel, de trends die pak je niet. We pakken geen trends op, we maken trends. Ja, het is een beetje. Ja? We zijn natuurlijk trendsetter en de rest volgt erachteraan. Alles wat je van die Rivière Maison ziet, denk je dat het er al was, maar het was er niet. Het meest succesvolle fotolijstje is de Cordoba frame met zo'n ring eraan. Ja. Ja. Nou, je ziet over de hele wereld, van de vele staten tot China, zie je in winkels, gewoon in Hongkong, zie je die fotolijst. Niet van ons, gekopieerde fotolijst. Maar ik heb alleen maar van het ophangenmechanisme, wat normaal verscholen is achter een fotolijst, daar heb ik dus een USP van gemaakt. Dat je in plaats van dat je normaal hang je een fotolijst aan de muur en zit je achter zit een haakje, dat zie je niet. Maar nu heb ik een ring aan gemaakt. Vraag me niet waarom. Vraag me niet waarom John Eubank een liedje maakt wat dan heel goed is. Ik denk dat dan gewoon, soms denk je gewoon, oh, dat moet leuk, dat gaat hem worden. Ja. Maar de ideeën liggen op straat, zeg ik altijd. Ik reis veel, maar ideeën liggen op straat. Alleen is iedereen stapt eroverheen. Dat is nog steeds zo. Ik was niet een jongen die vroeger al met stoelen liet te slepen in huis. Hè? En de banken van zijn moeder omtuigde en zo. Nee. En helemaal juist niet. Nee. Ik was niet goed met handarbeid. Nee, niks creatiefs zou je aan mij denken. Maar ik heb wel gevoel voor wat mensen willen. Ik zie dingen. In mijn constant zie ik dingen
Waarom doen mensen dat zo? Of waarom is dat niet gedaan? Of ik, wij hebben een Labrador, hè, en nu de tweede. En dan ging bijvoorbeeld bij ons op het terras in de zomer zitten. En dan kwam je langs en enthousiast zwaaide met zijn staart alle glazen van tafel. Ja. En dan kan je plastic glazen bij de HEMA kopen, die hartstikke leuk zijn, maar niet. Waarom kan je geen Rivière Maison glazen maken, wijnglazen, waarvan je niet kan zien dat het kunststof is? Wat zie je in de toekomst gebeuren met Rivière Maison? Hoe gaat het zich ontwikkelen nog verder? Wereldberoemd zijn in Europa in ieder geval. Dat zal dus bij mij en het zou fijn zijn als we heel Europa, dat mensen Rivière Maison ze meteen weten wat Rivière Maison is, waar het voor staat. Ja. Dat zou wel een droom zijn, mooi zijn als dat en dan heb je het dan over een aantal winkels? Heb je daar gedachten over? Nou, ik ben inmiddels tot de conclusie gekomen dat wil je merk laten landen in een land, dan heb je daar winkels nodig. Ja. Je kan niet alleen middels multi-brand stores, kan je niet alleen maar groeien. Nee. Mensen hebben een ankerpunt nodig, dat is echt de flagship store van Ralph Lauren in de PC Hoofdstad. Daar ben je dan, daar ben je geweest, dan weet je ook, oké, ik ben nog... Dan kun je het verhaal vertellen. Ja. Ja. En dat heb je nodig. Ralph Lauren heeft die flagship store op de Madison Avenue nodig in New York, om Bloomingdale's goed Ralph Lauren te laten verkopen. Ja. En denk je dat er over 10 jaar Riviera Keuken is, een Riviera Hotel, een Riviera... Een Riviera Keuken hoop ik dit jaar, als het even mee zit. Hotel, dat zou ook zomaar 10 jaar, dat zou wel eerder zijn als over 10 jaar Rivière Maison Hotel. Is niet ondenkbaar dat het binnen een paar jaar is. Ja. Heb je misschien tips voor collega's op dit moment die het heel moeilijk hebben? Ik zou zeggen, kijk eens naar je eigen winkel, hè, hoe je het doet. Probeer eens te kijken vanaf buitenaf naar wat je doet. Hè. Je moet altijd afvragen, wat heb ik te bieden ten opzichte van iemand anders? Dus het maakt niet uit of je nou bloemist bent of schoenenwinkelier of zo. Waarom staan ze bij mij die schoenen kopen? Dat moet je dus afvragen waarom je dat wil doen. Kijk naar je winkel, kijk naar je spullen die je verkoopt. We hebben eens discussie gehad bij ons een paar jaar geleden in het MT. Die me vertelde, die mensen hadden een sportzaak in Amsterdam. Die hadden jarenlang goed geboerd. Maar sinds de komst van internet, de laatste paar jaar, ging het kelder achteruit. Ze komt er niemand meer in de winkel, zei ik tegen die collega van mij. Zie je, er komen mensen in de winkel, een hele dag jongens in de winkel. Die gaan die schoenen passen, die Nikes en die Puma's. En die zeggen, nou shit lekker, ik denk er even over na. En dan volgens kopen ze op internet. 100% marge van 0 blijft 0, hè? Dus ik heb bij de 80% marge van iets lager doen. Ja. Ik weet niet of het daarin zit, maar alles met elkaar. Zo is ook het succes van de Action. Dat zijn natuurlijk ook zo. Mensen kunnen ook blij worden van de Action. Ik ook. Ja. Ja, waarom heeft Blokker dat laten liggen? Ja, vraag het ze. Mag je hartelijk danken voor het interview? Dankjewel. Rivière Maison heeft een sterke positie weten te veroveren in de woonbranche. Door zich duidelijk als merk te profileren, weten klanten precies waarvoor ze bij Rivière Maison moeten zijn. En dat is erg knap. Het concurrentieveld in de woonretail is groot en je concurreert als Nederlandse retailer steeds vaker met grote internationale spelers. Daarbij is er weinig onderscheid binnen de Nederlandse woonretail. Retailers met generieke proposities als de beste prijs en het grootste assortiment moeten zich afvragen wat hun winkel nou zo uniek maakt. En daarmee ben je er nog niet. Een belangrijke les van Henk is dat het veel tijd en aandacht kost om een sterk merk te bouwen. Het merk moet de belangrijkste business driver zijn en daarmee altijd voorop staan. In alles wat je doet als retailer.